bij een nieuwe uitzending van Unieweek Zuilen. In de uitzending van vandaag, we beginnen met World Clean Up Day in het Julianenpark. En verder, stel je voor, je loopt hier, je fietst hier en dan kom je bakfiets tegen wat gewoon eten verkoopt hier op station Zuilen. En tenslotte, we zijn in gesprek met onze nieuwe wijkdichter Jenno Vlot. Mevrouw, waarom helpt u met het opruimen in het park? Omdat ik het belangrijk vind om mee te geven aan mijn zoon. Ik vind het belangrijk omdat anders de dieren die afval kunnen opeten en dan zich heel ziek van worden. Reizen sigaretten, wierdopjes, plastic zakje, allemaal maar 2 meter vandaan van de prullenbak. En een heleboel dieren die rond in het park lopen. World Cleanup Day. Een dag om mensen bewust te maken van hoe belangrijk het milieu is. Waarom een World Cleanup Day? Met de World Cleanup Day vragen we aandacht voor al het zwerfafval en al het plastic dat in de natuur achterblijft. En dat is niet alleen maar een probleem voor het milieu of voor de dieren, maar ook voor de mensen zelf. Er komen steeds meer informatie naar buiten over hoe groot het probleem eigenlijk is dat zelfs op de Noordpool er microplastic deeltjes in het ijs zitten. En dat is, het zit in ons eten, ons drinken. Dus daar proberen wij aandacht voor te vragen en te zorgen dat wij dus hier ons park schoon houden. Wat breng je vandaag naar het park? Wat ik breng? Heel veel enthousiasme om hier het park mooi schoon te krijgen. We zien natuurlijk dat er gewoon best wel veel afval blijft liggen. En we willen heel graag een schoon park, een mooie schone lege omgeving. Dus ik wil gewoon heel graag helpen. Geef je nog tot nu toe heel veel afval gevonden? Ik momenteel niet, maar we hebben wel heel veel plastic gevonden al. Ik heb de restafvalzak en mijn zus heeft de plastic. Oké. Ik help je wel. Oké. Ja. Hebben jullie nog wat gevonden? Van alles. Van alles. Zij heeft zelfs een fietstas gevonden. Een zadel. Oké, ik zie het. Ja, blikjes. Ja, inderdaad. Een fietszadel zelfs. Ja. Van alles. En ik heb ook blikjes, zie ik hier. Ja, blikjes bier. En flasje, ja. Blikje bier. Ja, en ook nog sigaretten. En de hulsel. Ze doen alles gewoon op straat. Op één plek. Dus. Ja. Waarom vinden jullie zo'n actie zo belangrijk? Omdat wij zelf ook in deze wereld leven en we willen natuurlijk niet dat er overal afval ligt. En ook als ik bijvoorbeeld later kinderen neem, dan zouden hun in een wereld leven met alleen maar afval. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ook over 50 jaar zou het anders, misschien heel anders uitzien dan dat het er nu uitziet. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Ik vind het belangrijk om mee te geven dat we het schoon houden, zeg maar, voor zijn toekomst, hè, eigenlijk. Ik vind het belangrijk dat we onze leefomgeving en ook onze natuurlijke omgeving gewoon mooi schoon houden. En we willen zelf prettig leven en we willen ook kunnen zorgen dat dat over 50 of 100 jaar nog steeds kan. En dan moet je toch zorgen dat er niet heel veel troep van ons in het milieu achterblijft. En door al die rommel, hè, en dan wordt het milieu ook beschadigd. En dat vind ik niet nodig. Wat voor boodschap zou je aan de mensen willen zeggen? Ik zou willen zeggen, het is heel makkelijk om ook even naar een afvalbak te lopen. Er zijn er op zich genoeg hier in het park. Dus gooi het gewoon even in de afvalbak. Hè. En als je iets ziet liggen wat iemand anders misschien wel per ongeluk heeft laten vallen, pak het dan ook even op en gooi het in de afvalbak. En dat zou al heel erg veel uitmaken. En ook er zijn ook heel veel drankverpakkingen die we wel vinden. Dus het zou ook gewoon mooi zijn als er statiegeld op komt. Zodat mensen ook worden gemotiveerd om die verpakking gewoon weer terug te brengen naar de supermarkt. Zodat ze niet hier in het park terechtkomen. We houden wel eens van vis eten en dat eindigt ook allemaal in de oceaan. En die eten het ook allemaal. Dus ja, het moet beter. Ik heb een boodschap. Als mensen denken van, nou, waarom zou je dit gaan doen? Gaan surfen op het net en gaan eens kijken wat het allemaal doet. En dan al in hele grote wateren, hoeveel plastic, plastic foundation, hoeveel afval er eigenlijk al overal in ligt. Dus het is echt wel gewoon nodig. En hoeveel dieren plastic gewoon
opeten, ongewild binnenkrijgen, eraan doodgaan. Dus dat is echt gewoon wel belangrijk dat mensen alles netjes gaan opruimen en niet minder zo nonchalant blijven doen voor de toekomst. Wat voor soorten eten maken jullie allemaal? Echte Indiaanse maaltijd, Indiaanse maaltijd, dat betekent wij hebben vegetarisch en vlees allebei. Meestal wij gebruiken halal vlees, toch, meestal betekent wij halal vlees. Plus alleen lamcurry en chicken curry en vegetarisch heel veel, enorm de vegetarisch curry. Nu sta je zo maar zeg maar woensdag en donderdag sta je hier op Zuilen. Ja. Heb je ook vaste klanten die al dit weten? Ja, natuurlijk wel. Nu het is wel 6 maanden. Ik ben druk bezig met de klanten maken. Nu krijgen vaste klanten hier bijna altijd. En ik mag niet één plak opstaan. Als je klant is naast je blijven, ik kan door. Als je geen klant, ik moet doorfietsen. Dat betekent, dat is van de vergunning. Natuurlijk, uw vrouw natuurlijk heel druk bezig om alles klaar te maken voor u natuurlijk. Ja, natuurlijk is heel veel werk hoor. Heel harde werken. Dan elke ochtend, iedere ochtend zij is wekker. Dan is wel druk bezig met eten te maken. Dan ik ook bij banken. Dan kom terug thuis alles opzetten met de fietsen. Het is wel een beetje zwaar werken. Doe je nog ander werk erbij? Ja, natuurlijk. Ja, ik heb werken met ook in een horecabedrijf, maar van vrouw. Meestal wij zijn een maandag, dinsdag, wij zijn oud rustig een beetje, omdat we 5 dagen werken. Aan de andere dag komt ook veel partijen, cateringbedrijven, mensen bellen, partijen. Ieder weekend wij zijn druk bezig met de bijna alle weekend komt de feestpartij binnen. En ook de vrijdag wij weten werken op, ook in de Marswinsplaats. Maar waarom niet een winkel geopend op de Amsterdamse Straatweg of in Zuilen? Ja, nog niet. Dan moeten we eerst financieel kijken, een beetje duidelijk, alles goed gaat. Dan misschien de toekomst. Maar ik ben blij met mijn vakfiets. Wat heeft u nu gemaakt? Wat zit er in die pan? Ik maakte heel lekker kip curry. Dat was kip curry. Kijk, hè. En dan heb je ook lekker dal curry, Indiaanse dal curry. Ja. Ook een lintje met alles. Kijk, hè. En we hebben ook de vegetarische curry gemaakt. Die zit in aardappel met de yoghurtsaus al. Wij zeggen dom al. Dat is een heel ander smaak van India. We hebben 2 soorten vegetarische en 1 soort vleescurry vandaag. En rijst erbij en gekookt ei. Wij maken ook iedere dag echt een fresh maaltijd. Daarom de buren allemaal vinden heel leuk. En ook wij kijken ook met de kinderen, omdat heel veel kinderen ook met minder spicy eten. Ja. Daarom wij blij met de Zuilen, komt heel veel eetwerk op. Als je de toekomst wij kijken, hoe gaat het misschien? Wij kunnen proberen om te zoeken in de Zuilen, een kleine locatie, kijken. Je bent nu wijrichter van Zuilen. Hoe was het bij jou gekomen? Ik volgde wat groepen op Facebook en daar kwam de oproep van Menno langs. We zoeken een nieuwe wijkdichter. En ik kreeg van een paar mensen uit de wijk ook de suggestie van hey, reageer er even op. Want ik ben zelf al best wel vaak aan het schrijven geweest en heel veel gedropt op Facebook. En dat werd opgepikt. En toen heb ik Menno een mail gestuurd met een gedicht over Zuilen. En toen een tijdje niks en op een gegeven moment zegt hij, jij gaat het worden. Je bent ruim 3 jaar wijkdichter geweest. Waarom ineens niet meer? Ik ben verhuisd, zo simpel is het. Ik heb 8 jaar lang in Zuilen gewoond. Hier van alles georganiseerd en gedaan. En de wijkdichter is eigenlijk gekomen uit een project waar ik mee begonnen ben toen in Zuilen. En op een gegeven moment ga je verhuizen en denk van ja, wat moet je dan nog in Zuilen? Een beetje raar om wijkdichter te blijven hier dan. Waar waren die eisen die jij in iemand zocht? Nou, om te beginnen moet iemand gewoon leuk met teksten en taal om kunnen gaan. Dat was eis nummer 1 uiteraard. En daarnaast moet iemand ook wel een beetje ambassadeur kunnen zijn. Dus een wijkdichter heeft eigenlijk als taak om de taal te promoten in een wijk. En ja, het moet dus iemand zijn die het leuk vindt om dat te doen. En die goed is met taal.
en goed ambassadeur kan zijn. Nu sta je dan in Zuilen, overziet wat je hebt gedaan. De wijk gebloeid en groeit en overal zie je gedichten staan. Zo was het ooit, zo is het nu. Het is tijd voor frisse wind. Tijd voor een volwassene, maar in zijn hart een kind. Bieno Vlot. Zie je dat wel zitten? Ja, lijkt me heel erg leuk. Want ik vind het vooral leuk wat er allemaal bruist in de wijk. Daar word ik heel enthousiast van. Ik zeg altijd, ik ben niet een man met visie, ik ben een man met passie. En als ik zie hoe gepassioneerd mensen in de wijk bezig zijn met dingen, met samenbinden, met initiatieven, dat is wat ik wil. Daar word ik echt heel blij van. Ik ga droppen dat ik het nu ben en ik ga kijken wat voor activiteiten zijn er nu in de wijk. En ik spreek wat mensen aan en ik zeg, van, joh, als je wat wil, dan kan ik daarvoor schrijven. En ze mogen me ook vragen. Dus ik ben beschikbaar en ik ben aanwezig. Hoe is dit project van de Weidichter ontstaan? 4 jaar geleden begon ik hier een project. En dat was een project waarbij ik gedichten op de ramen wilde hebben. Ik wilde een dichtbundel met alleen maar gedichten over Zuilen. En ik wilde hier een groot festival. Kunstzin is dat geworden. Daar waren allemaal taalmensen en dichters. En op een gegeven moment riepen Adi en Leendert, Adi Hoytink en Leendert van Veldhuizen, die riepen uit dat ik eigenlijk dan maar de wijkdichter moest zijn. Zo is het eigenlijk geboren. En dat begon dus als grapje, maar werd steeds serieuzer. Dus ook bij bijvoorbeeld 4 mei herdenking, 5 mei viering, intocht voor Sinterklaas, dat soort officiële gelegenheden deed ik gedichten, schreef ik speciaal op maat. En uiteindelijk zijn er dus iets van 9 gedichten op verschillende ramen gekomen, onder andere Museum van Zuilen, bij de bibliotheek hier achter ons, geschreven door wijkbewoners. Is die bundel er inderdaad gekomen met allemaal gedichten over Zuilen en hebben we een waanzinnig festival gehad. En zo is het balletje gaan rollen. En geef je toevallig nog het gedicht waarmee jij binnen bent gekomen? Ja, ik heb het toevallig bij me. Het staat namelijk ook op mijn website. Het heet De Ziel van Zuilen. Zuilen is met haar buurten een wijk met vele kuren. Waarin sommigen hun leven lang leven binnen dezelfde muren en naast dezelfde buren. Een wijk waar anderen slechts zijn op doorreis. En voor een kleine wijl komen neerstrijken, het even aankijken en dan weer uitwijken. Zuilen combineert de kracht van zowel een dorp als een stad. Een wijk waar heel veel mag en waar niet van je wordt verwacht in een vast gareel te lopen. Want in Zuilen staan de mensen open. Want een Zuilenees is wel geregeld trots op wat hij heeft, maar heeft daarentegen zelden afkeer of vrees voor dat wat net iets anders leeft of naar iets anders streeft. Lopend door haar straten, langs haar water, door haar park en lanen is altijd de verademing. Zij bestaan uit ware schoonheid, maar ook uit vage ongewoonheid. Waar men binnen enkele uren kan turen naar natuur en naar statuur, maar alles heeft allure. Zuilen is het thuis waar ik kan lachen en kan huilen, kan uitgaan en verschuilen. Een gevoel dat groeit, dat ik nergens mee wil ruilen. Ik geniet van Zuilen, ik was verliefd vanaf de start. In Zuilen vond ik alles, maar verloor alleen mijn hart. Mooi, echt mooi. Ik kon weinig huilen, echt. Dankjewel. Nou, ik wens je heel veel succes, Weidichter. En dan weet je ons te vinden als je nog iets wilt promoten. Zeker, dankjewel. Goeiedag. Ja, jij ook. Heeft u tips, items voor ons? Stuur het naar zuilen@unewijk.nl. Wilt u alles terugkijken? Ga naar www.unewijk.nl. Auditieavonden voor Kerstshow in het Julianapark. Op 1 en 3 oktober vinden de auditieavonden plaats in Utrecht. Wil je meedoen? Geef je dan op in het Simic Theater. Om 7:30 begint het. Wees op tijd erbij en meld je gauw aan. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.